Historici moeten zich focussen op het schrijven van de geschiedenis van het Surinaamse volk. Dit was sinds onze onafhankelijkheid in 1975 de bedoeling, zegt historicus Maurits Hassankan, coördinator van de masteropleiding Geschiedenis. Historici moeten zich richten op wat er is gebeurd met het Surinaams volk en niet op de geschiedenis van de kolonisatoren. En dit is een heel belangrijke zakenmissie, een taak die wij op ons hebben genomen, wat wij hebben geformuleerd in het kader van ons doel van decolonisatie van het geschiedenisonderwijs, niet alleen, maar ook de geschiedschrijving decoloniseren. Dat betekent vanuit een Surinaams perspectief. En er zijn mensen die zeggen, is er wel één Surinaams perspectief? Wij praten over een Surinaams perspectief. Er kunnen meerdere zijn, maar je moet vanuit een Surinaams perspectief, en dat is niet een Nederlands perspectief of een Europees perspectief. Dus er kunnen meerdere Surinaamse perspectieven zijn. Historici spelen een belangrijke rol in de geschiedschrijving. Hassankan wijst erop dat de kwestie van objectiviteit en subjectiviteit hier wel komen bijkijken. Bij het schrijven over de recente geschiedenis is volledige objectiviteit volgens hem niet mogelijk. Desalniettemin is het de taak van de historicus, en daar leg ik de nadruk op. Daarvoor gaan we jullie trainen. De taak van de historicus om de subjectiviteit, waarvan wij allemaal het slachtoffer zijn, om die subjectiviteit tot een minimum te beperken. Daarin verschillen wij, professionele historici, met anderen die geschiedenis schrijven, denk ik. Want van ons wordt verwacht dat wij altijd ons bewust moeten zijn van onze subjectiviteit. En het is je taak ervoor te zorgen dat die subjectiviteit wordt geminimaliseerd. De historici in opleiding moeten de Surinaamse geschiedenis benaderen via een niet-westers perspectief. Hassankan sprak afgelopen woensdag bij het openingscollege van de masteropleiding Geschiedenis in het gebouw van het Nationaal Archief Suriname.